beetje een pech-WK volgens mij, hè? Ja, het zat me vandaag eigenlijk niet zo heel erg mee. Ik voelde mijn conditie echt heel erg goed. En ik ook heel erg lekker, maar toen had ik weer mijn ketting eraf. Toen viel ik weer, ja, ik weet niet wat het was vandaag, maar niet mijn geluksdag. Terwijl je wel heel goed start, hè? Je reed een tijdje in tweede, derde positie. Ja, ja, het ging eigenlijk heel erg lekker en ik reed ook samen met Legner. Toen dacht ik, nou, laat maar komen. En eerst viel ik in de eerste ronde. Toen kwam ik er lekker in mijn ritme. Nou, toen had ik mijn ketting eraf. Toen uiteindelijk viel ik weer. Nou ja, het is gewoon, je rijdt achter de feiten aan en je bent steeds in gevecht met jezelf van om weer terug te komen. Wat is dan het gevoel dat overheerst na dit WK? Toch wel een goed gevoel. Ik merk gewoon dat conditioneel gewoon heel goed was, alleen dat het gewoon niet mee zag vandaag. Dus alle andere wedstrijden heb ik meestal geen pech en nu vandaag heb ik denk ik pech gehad van heel het seizoen. Dus ik weet niet, jammer. We halen dan wel als Nederland de regenboogtrui binnen, kun je daar dan nog wel een beetje van genieten? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, Marjan en ik hebben hier samen naartoe gewerkt afgelopen weken en we hebben gewoon echt een super voorbereiding gehad. Kijk, en ik ben toch trots op Marjan dat het haar wel weer gelukt is. Dus daar ben ik wel blij om.